Hallo, welkom. Leuk dat je weer kijkt. Welkom bij een volgende aflevering. Aflevering nummer 5 is dit van Schatten uit het depot van de Museumfabriek. Ik zei trouwens het depot, maar het zijn depots. Dit is depot nummer 2. Daar gaan we zo meteen binnen. Ik weet dat we hier moeten zijn. Maar je raakt de weg kwijt hier. Er zijn overal kluizen en verborgen hoeken en van die plekken waar je als bezoeker echt nooit komt. Maar wij wel. We gaan het vandaag hebben over centjes. Geld. Wat precies, weet ik ook nog niet. Maar loop maar mee. Kijk maar. Wat heb je deze week, een nieuwe aflevering, wat heb je meegenomen? Een munt van Jan van Leiden. En die ken je natuurlijk vanwege het gezegde. Je er met een Jantje van Leiden vanaf maken. Ja, ja, ja. Die Jan van Leiden die van, die van Jan van Leiden, ja. Ja. En dat gezegde is, als je dat verhaal zo hoort, is dat heel wonderlijk. Want dat gezegde dat is echt dat je met dingen maar half doet, hè? Ja, ja. Hè? Dus gewoon half bakken werk eigenlijk. Ja. Heel vroeger betekende dat gezegde wat anders. Dat betekende dat je je afspraken niet nakomt. Dat je afspraken niet nakomt. Ja, ja. Oké, okay. En is dat kenmerkend voor de Jan van Leiden waar we het nu over gaan hebben? Is maar van welke kant je het bekijkt. Oké, okay. Ja. Edwin, jouw perspectief? Ja, ja. Nou, misschien deze munt. Hè, dat is koning Jan van Leiden staat erop. Koning Jan. Ik zal even voorlezen wat erop staat. Ja. Johan van Leiden, een koning der wederdopers, zo monster. En monster is Münster. 50 kilometer hier vandaan. 50 kilometer hier vandaan. Een Nederlandse, heus een Nederlandse koning, namelijk Jan van Leiden. Precies. 1517, dat weten mensen wel. Luther timmert die stellingen aan de kerkdeur. De Reformatie. Ja. Precies. Nou, dat gaat als een olievlek door Europa. Ook in Zwitserland had dat zijn navolgers. En daar ontstond een beweging. En die heette de wederdopers. En die gingen ervan uit van dat je, als je volwassen bent, kan je zelf beslissen of dat je bij een geloof wil horen. En dan moet je als volwassene moet je laten dopen. In Münster had je een prediker. Die was best wel radicaal. Nou, er waren een aantal mensen die volgden hem. Joris Matthijs, dat was een bekende Nederlander en in die tijd een prediker. En die hadden heel grote schare volgelingen. Jan van Leiden was een volgeling weer van, was opgeleid door Joris Matthijs. Joris Matthijs die ging naar Münster toe. En ze donderden al die andere mensen de stad uit, dus onder andere de bisschop die daar zat. Ja, de katholieke bisschop moest het veld ruimen. En die ging natuurlijk prompt op de stad belegeren. Oh ja, dus die wou zijn stad terug. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. Oh ja, een van de kenmerken van die wederdopers in Münster is dat ze waren echt heel, heel communistisch. He, dus ze schaften alle bezit schaften ze af. Dus alles was van iedereen. Ja. Ze staken de gemeentearchieven ook in de fik. Want daar staan alle eigendomsactes in. He, dus, ja. Dus, ja, we hebben geen koninkrijk op aarde, maar we hebben een koninkrijk in de hemel. Dat is geen bezit. Ja, ja, ook een beetje heel anti-intellectueel. He, dus alle boeken werden in de fik gestoken. Ja. Behalve de Bijbel natuurlijk. Ja. Maar ja, en het wonderlijke is ook dat ze het geld afschaften. Ja, dus geld afschaft. Als je eigendom afschaft, heb je ook geen geld nodig. Nee. Maar dan wel een grote hoeveelheid munten in de collectie. Dat is raar. Ja, ja. En hij beeldt zichzelf hier af als een koning. We hebben ook een munt van Karel V. Ja. Dat is die man met die enorme kinderbak. Ja. En met een scepter en zo'n bol en een... Karel V had ook zo'n enorme baard. Maar als je deze munt ziet, die is bijna identiek als die munt van Karel V. Ja, verrek. Dat is inderdaad zo. Ja. Maar geen bezit, niet belangrijk, maar waarom dan wel munten? Ja, geen idee. Ik vind het wel. Hè. We hebben heel veel munten. Met van zilver, van brons, van allerlei legeringen. Dus kennelijk, misschien was hij gewoon zo ijdel dat hij gewoon ook wel een munt wilde. Maar dat moet dan toch een soort van economie, die munten moesten rondgaan, neem ik aan. Ja, en dan in zo'n stad waar verder niks te kopen was, want ze zijn anderhalf jaar belegerd. Geen met aardse ratten en zo. Ik vraag me dan af waar dat spreekwoord van ons vandaan komt. Hè? Je er met een Jantje van Leiden van afmaken. Ja, ik kan ook van Jantje van Leiden zeggen. Maar niet dat hij half werkt. Nee. Nee, maar dit was slecht met hem af. Ja? Ja, 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 ja. Hij werd verraden door een van de mensen in de stad, die gewoon naar buiten ging en de zwakke plek in de verdediging noemde. En dus vielen de stad binnen. Ja. Jan van Leiden en zijn twee mannen, twee Bernarden, die werden opgepakt. Die werden flink gemarteld.
met ijzeren tangen en zo behandeld. Ze kwamen in een kooitje zitten. Ze werden een half jaar lang door het Ommeland. Een half jaar lang werden ze rondgereden. Als een soort attractie. Dus ze moeten ook, ook hier in de buurt geweest zijn met de kooien. En na een half jaar werden ze in de toren van Münster opgehangen in die kooien. En die kooien hangen er nog steeds in. We zijn weer wat wijzer. Jantje van Leiden, die zich er toch bepaald niet met een Jantje van Leiden van afmaakte. Ja. Hard gewerkt, maar slecht afgelopen. Nou ja, als je die andere betekenis van half werk leveren, daar kan je natuurlijk wat meer bij voorstellen. Ik noem eens half werk van, ik vind het niet. Oh nee, loze beloftes, sorry. Loze beloftes. Loze beloftes. Dat was wat het vroeger betekende. Het is langzaam verschoven naar half werk, maar vroeger was het loze beloftes. Ja. En hij zat natuurlijk in dat koninkrijk, hij deed mensen allemaal beloftes. He, van als jullie hier komen, dan komen jullie in de hemel, gladde in het paradijs. Praatjes, ja. En de volkszanger en de entertainer. Er was niks te eten, maar ze bleven hem volgen omdat hij maar allerlei feesten en partijen organiseerde en zo. Ja, ook daar ligt weer die parallel, hè, met vandaag. Dat je je afvraagt hoe het kan dat mensen zichzelf en anderen dat soort dingen aandoen. Ja. En dan toch gewoon door blijven gaan. Dat ze ergens vast in geloven kennelijk of zo. Loze beloftes, gladde praatjes. Dankjewel Edwin, mooi verhaal weer. Ja. Graag gedaan.